We leggen in dit filmpje uit wat de wet WIA regelt en op welke manier werkgevers hier slim mee om kunnen gaan. In Nederland kennen we regelingen om werknemers te beschermen tegen de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. De wet WIA staat voor werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De financiering voor de WIA-regelingen is landelijk geregeld. Alle werknemers en werkgevers in Nederland bouwen gezamenlijk een pot met geld op. Werkgevers betalen via de Belastingdienst een basispremie en een gedifferentieerde premie. Het UWV beheert deze pot met geld. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, kunnen er een beroep op doen. Meestal is dit na 2 jaar ziekte. De WIA kent 2 varianten die een uitkering geven. De IVA voor diegenen die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn en een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, de WGA. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen uitkering voor de arbeidsongeschiktheid. De overheid gaat ervan uit dat zij voldoende loon kunnen verdienen met werk. Werknemers vragen bij het UWV een uitkering aan. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage en de hoogte van de uitkering. Steeds meer verantwoordelijkheden bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid gaan van de overheid naar werkgevers en werknemers. Ook de WIA zal de komende jaren steeds verder privatiseren. U kunt nu al uitstappen bij het UWV voor WGA. Duizenden bedrijven gingen u voor. Zij hebben de WGA-regeling bij een private verzekeraar verzekerd. Ze betalen geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst. Werkgevers die uitstapten hadden daar ook een hele goede reden voor. De gedifferentieerde premie bij het UWV is de afgelopen jaren enorm gestegen en verdubbelde zelfs het afgelopen jaar voor kleine bedrijven. Ook voor grote bedrijven is de premie fors gestegen. Deze jaarlijkse verhoging van de premie van het UWV heeft ertoe geleid dat duizenden werkgevers het publieke bestel hebben verlaten.